vele van de wielrenners die we daarnet zagen, waren pas of nog niet geboren, overleed Jean-Pierre Monceret. Op 15 maart 1971, om precies te zijn, reed hij een wedstrijd in Sint-Pieters-Lille en werd daarin aangereden door een op het parcours verdwaalde auto. Monceret, pas 22, stierf ter plekke. In de trui van wereldkampioen die hij enkele maanden voordien veroverd had in het Britse Leicester. Leif Mortensen was daar tweede, Felice Gimondi derde. Jean-Pierre Monceret had het talent en de uitstraling om een hele grote te worden, tot dat ene fatale moment in Sint-Pieters-Lille, waar hij voor de ogen van zijn boezemvriend Roger de Vlaming voor altijd uit het peloton en uit het leven verdween. Een terugblik van Michel Wuits en Peter Stevens. Già la sento. Già la sento morire, però è calma, sembra voglia dormire. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare, poi si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo. Jean-Pierre was de liefste jongen op alle gebieden. Hij was het meeste had hij oog voor gehandicapte mensen. Zo. Daar zou hij alles aan gegeven hebben. Echt te veel van het goede. Echt, hij was veel te goed voor deze wereld, denk ik. Maar la vita cos'è? Tutto niente. Forse neanche un perché, con le mani lei mi viene a cercare, poi mi stringe, lentamente mi lascia, lentamente mi stringe. Ik wilde absoluut goed rijden, want er waren een paar mensen die mijn selectie niet normaal vonden. Zo, ze reclameerden toch. Ik zei ja, ik zou moeten weefrat nemen. En ik heb dat ook gedaan, met veel plezier. Ik denk dat hij meer talent had als Merckx. Hij was natuurlijk iets brozer als Merckx, maar ik denk dat hij in talenten Merckx wel de loef zou afsteken. Want, hij was heel rap en hij kon tijdrijden, maar hij zou zich niet zo lang kunnen swaaieren hebben als Eddy. Già la sento. La sento morire, però è calma. Dat zag ik, dat het heel erg was met zijn been, maar dat het zo erg was, dat zag je niet. En het is een vriend en je twijfelt toch, wat zou het zijn, wat kan het zijn? En die momenten, ik weet niet wat je allemaal zou doen. Ik stond daar tegen de mensen te verwijten dat ze iets moesten doen, maar kom, ja, de mensen kunnen natuurlijk niet geen wonderen doen op zo'n moment. Dat heeft een paar jaar heel erg geweest. Heel veel van dromen, zodat hij nog leeft en dat hij er nog iets mee doet. En dan als je wakker wordt, is dat heel erg. Dat niet waar is. Maar dat slijt natuurlijk ook. En ja, je moet verder. En ja, kom.
15 maart 1971.